Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag de gast Vincent van den Noord. Vincent, je bent van Jungo, of ik weet niet hoe jullie dit afhankelijk van je internationale ambities uitspreken. Ja. Wat doen jullie? Ik spreek het meestal uit als Jungo. Dat is overigens Latijn, dat betekent ik verbind en dat is niet zomaar gekozen. Wat wij doen is, we zijn een nieuwe hypotheekaanbieder. En wij combineren hypotheken met een stuk crowdfunding. Dus laten we de crowd meedoen en het idee is dat we daarmee een win-win situatie creëren voor zowel de huizenkoper als de investeerder. Dat is een mooie pitch van 18 seconden. Ja, dat is belangrijk. Maar dat is waarschijnlijk iets ingewikkelder dan dat. Ik denk ook heel vaak, ik heb ook wat geld op mijn spaarrekening en dan krijg ik 0,7% rente, geloof ik. Dat is voor mij nog fors tegenwoordig. Dan zal dat waarschijnlijk ook minder zijn inmiddels, terwijl ik voor mijn hypotheek meer betaal. Dus ik denk, als ik dat nou aan iemand kon uitlenen voor een hypotheek, dan zou ik volgens mij goede zaken kunnen doen. Is dat het basisidee van jullie bedrijf? Ja, dat is inderdaad het basisidee. Er is gewoon, de traditionele partijen maken gewoon nog best aardige marges op hypotheken. Ja. En we dachten, kunnen we dat voor een deel niet gewoon weggeven aan de crowd? En daarmee gewoon een voordeel voor beide partijen creëren. Dat klinkt dan heel logisch, want hypotheek is ook nog een vrij risicovrij product, hoor ik altijd. Nederlanders betalen allemaal heel netjes. Ze zeggen wel eens, Nederlanders die eten liever hun schoen op dan dat ze hun hypotheek niet betalen. Ja, dus, maar dan denk ik, dat is leuk, dan kunnen we de crowd in meenemen. En dan komt de uitvoering en die is natuurlijk krankzinnig ingewikkeld. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, dat is toen we begonnen, dat is wel geestig, dachten we dat we binnen 3 maanden live zouden zijn. Want ja, hoe ingewikkeld kan het nou zijn om te schuiven met geld? Dat is dus ongelooflijk complex. Want wat we uiteindelijk doen is, we hebben gewoon gezegd, je hebt een hypotheek zoals je hem kent. Dus je kunt bij ons een hypotheek aanvragen. En op het moment dat je accepteert, dan krijg je gewoon je hypotheek. En vervolgens kun je geld bij de crowd op gaan halen. En hoe meer crowd er meedoet, hoe voordeliger dat wordt. En dat doen we eigenlijk door je hypotheek in 2 delen te splitsen. We maken een horizontale splitsing in je hypotheek. De eerste 80% van je marktwaarde, wordt traditioneel gefinancierd. En dat is een heel risico, heel laag risico heeft dat. Want 80% brengt ze ook nog wel op in het ergste geval als het verkocht moet worden. Dus daar kun je een heel laag rentetarief op bieden voor professionele partijen. En dus juist dat bovenste stuk van de hypotheek, boven de 80% van de marktwaarde, waar de meeste marge op zit, wat ook het duurste is voor traditionele partijen om te financieren. Dat heeft onder andere te maken met de Basel IV-wetgeving. Nee, dat is gewoon relatief duur voor die partijen. Dat is een stukje wat voor de crowd heel aantrekkelijk is. Want daar zit er nog, het is wat hoger risico, dus er zit een hoger rendement op. En het heeft een veel kortere looptijd. Ja, nu wordt het voor mij al ingewikkeld, hoor. Dat betekent dat je hebt de marktwaarde van een huis. En als je een gedeelte gefinancierd hebt, dat een laag percentage is, het risico natuurlijk kleiner. Maar je zegt allemaal aannames in dat stukje. Bijvoorbeeld dat voor de crowd een hoog risico aangenamer is. Waarom is dat zo, bijvoorbeeld? Niet per se een hoog risico, maar een aantrekkelijk risico-rendementsverhouding. Het gaat natuurlijk altijd om de verhouding tussen het risico en het rendement wat je daarop maakt. Tuurlijk. En hypotheken heeft een relatief laag risico. Dus het is een redelijk veilige investering. Maar er zit nog best een aardig rendement tegenover. Op dit moment, met de huidige rentes, kun je als crowdinvesteerder verdienen zo'n 3% met een looptijd van 8 jaar. Okay. Als je het vergelijkt met wat je op de bank bij een deposito zet, dan heb je zo'n beetje 1,5% volgens mij. Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Ik heb bijvoorbeeld wat geld. Moet ik me dan bij jullie melden om... Hoe werkt het? Leg het uit. Ik kan het van beide kanten vertellen. Nou, enerzijds natuurlijk, je hebt een huizenkoper, die koopt een huis. Ja. Vervolgens gaat hij naar een hypotheekadviseur. Ja. Die hypotheekadviseur die gaat kijken naar verschillende producten. Wat is de meest geschikte hypotheek voor jou? Dat kan Jungo zijn. Op het moment dat, stel je voor, je denkt, nou, Jungo is perfect voor mij. Je sluit een Jungo-hypotheek af. Gaan we kijken of je het kan betalen. Vervolgens krijg je van ons die hypotheek. Zeggen we, gegarandeerd, die hypotheek, die krijg je van ons tegen een bepaald rentetarief. Dus je hebt geen zorgen meer, je hebt ook geen stress meer of je hypotheek wel niet doorkomt. Dus je hoeft niet te gaan crowdfunden eigenlijk? Je hoeft niet te gaan crowdfunden. Maar, zeggen we, nu kun je het extra voordelig maken voor jezelf door dat wel te gaan doen. En vervolgens kun je op onze site kun je een campagne aanmaken. Dus dan krijg je eigenlijk een leuke campagne, kun je wat over jezelf vertellen, een fotootje erbij. Dat kost heel weinig werk. En vervolgens kun jij familie, vrienden, mensen kun je uitnodigen om mee te doen. En aan de andere kant hebben wij ook gewoon investeerd op ons platform. Want je kunt ook, als je zegt, nou, ik heb wel wat spaargeld, daar wil ik wat mee, kun je ook gewoon inschrijven op ons platform. Dan zie je de campagnes die daar al beschikbaar zijn en kun je zeggen, nou, dat vind ik wel sympathieke mensen. Daar mag wel wat van mijn spaargeld heen gaan. Ja, maar je moet dat dus zelf doen en het is echt aan de persoon gebonden. Het is niet zo dat jullie geld verzamelen in de markt van mensen en daar weer een vast rendement tegenover stellen. Het zijn echt campagnes per project. Is het een campagne? Per huis, per individuele hypotheek is het een campagne.
En dat vinden we eigenlijk ook heel mooi, want wat ik al zei, we zoeken echt naar een soort win-win situatie, voordeel voor beiden. En het is heel leuk als je mensen echt persoonlijk kan helpen. Dus jij verdient wat leuks met je geld, wat anders eigenlijk niks staat te doen. Terwijl je echt iemand anders daarmee een stukje voordeel geeft. En die persoon die zie je ook. Maar ik vind het eerst dat persoonlijke vind ik zelf heel erg mooi. Ja, in dit geval, wat je zei, die win-win, hij wordt er beter van, want hij krijgt meer dan gewoon op de bank. Zij worden er beter van, want het percentage gaat omlaag van hun hypotheek. Simpel verteld, je zei van we dachten dat we heel snel live zouden zijn, maar dat was toch allemaal iets complexer. Wat maakte de praktijk complexer dan het idee? Je hebt een hoop dingen te maken. Dat is wat je pas realiseert als je er echt mee aan de slag gaat. Nou, uiteraard, je hebt een vergunning nodig van de AFM, van de toezichthouder. Maar de toezichthouder, wij hebben een product wat niet bestaat. Dus je komt bij de toezichthouder en zegt, dit is wat we doen, welke vergunning hebben we nodig? En daar is geen, je past in geen enkel hokje. Dus vervolgens ga je met een heel traject aan om te bepalen, wat zijn we nou en wat voor vergunning hoort daarbij? In Nederland hebben we hypotheekrenteaftrek, dat is een heel heikel onderwerp, waardoor er allemaal eisen gesteld worden aan hoe je hypotheek in elkaar steekt. We zijn, 16 of 18 maanden was, dat weet ik niet meer zeker, maar zo lang zijn we met de Belastingdienst in gesprek geweest, om gewoon uiteindelijk goedkeuring te krijgen op het product. Dit voldoet aan de eisen voor hypotheekrenteaftrek. Dus dat zegt tot aan het ministerie van Financiën toe. In de basis denk je, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dat denk ik ook nog steeds wel eens. Maar het zijn al die nuances. En het is eigenlijk ieder dingetje wat je openmaakt, zeg maar, daar zit weer een wereld achter aan nieuwe complexiteit die je gewoon weer op moet lossen. Ja, misschien ligt dat dan aan mij hoor. Maar ik denk dan gelijk van, jullie zijn een paar jonge gasten en je... Waarschijnlijk een interesse in de financiële wereld. Je denkt, je loopt tegen dit idee aan. En denk je, laten we eens onderzoeken of dat haalbaar is. En dan ga je het onderzoeken en dan denk je na 3 maanden, dit is zo ingewikkeld. Weet je, we gaan wat anders doen. Waarom hebben jullie je tanden hierin gezet en vonden jullie dit zo belangrijk dat je dit zo ver door hebt geëxerceerd? Het is, dat zit hem eigenlijk een beetje in ik denk dat we gewoon alle drie vrij eigenwijs zijn. En dat je gewoon zegt, maar dit kan toch niet waar zijn? Het kan toch niet waar zijn dat dit niet mogelijk is? En we hebben ook, de eerste weken hebben we een soort manifest geschreven van wat voor bedrijf we willen zijn. Het wil heel transparant zijn, mensen moeten ons kunnen vertrouwen, het moet zo simpel mogelijk zijn voor die consumenten. En daar hebben we al die andere partijen langzamerhand van moeten overtuigen. Want er is, dat hoef je niet te vertellen, in de financiële sector natuurlijk zijn de nodige misstanden geweest. Dus je begint al met op 5-0 achterstand als je met een nieuw initiatief komt. Ja. En gewoon door steeds maar weer aan te tonen, er zit geen addertje onder het gras, er zit niet iets, dit is gewoon volkomen transparant, dit is hoe het werkt. En als je ergens ziet dat het niet klopt, vertel het ons, dan past het aan, want hebben we duidelijk iets door het hoofd gezien. En zo, iedere keer maak je weer kleine stapjes, kom je weer wat dichterbij. En het is dus ook, er is nooit een moment dat je zegt, hier komen we niet uit. Dus iedere keer is er weer een klein succesje. Kijk, de eerstvolgende mijlpaal is weer beslecht, we gaan weer door naar de volgende. Hey, maar als je hypotheken wil verstrekken, heb je geld nodig? Heb je fors geld nodig? Want huizen zijn niet goedkoop. Waar komt dat geld vandaan? We hebben dus echt een hybride financiering. Dus een deel van de crowd. Het andere deel is gewoon een professionele partij. Dat is, bij de start is dat Aegon. Maar dat kunnen in principe meerdere partijen zijn. Dat kunnen ook andere pensioenfondsen zijn. Dat zou ook een bank kunnen zijn. Er zijn gewoon meerdere partijen die... Dan zijn jullie eigenlijk de tussenpersonen richting hun... Ja, wij zijn eigenlijk inderdaad de soort... Want dat is het nieuws van vorige maand, geloof ik, of 2 maanden geleden. Dat Aegon een substantieel belang in, wel een minderheidsbelang, geloof ik. Ja, klopt. Zijn jullie al live? Of, Nee, wij zijn nog niet live. Maar we zitten nu wel echt in de allerlaatste fase. Ik ben een beetje gestopt met het noemen van de datum. Dat hebben we ondertussen wel geleerd. Ja, jullie bestaan al sinds 2015. Dus ja, in mei 2015 bestaan we... Bijna 3 jaar bezig om dit voor elkaar te krijgen. Ja, mei 2015 vieren we ons verjaardag. Ja. Ondertussen is echt alles gewoon voor elkaar. Het zijn de allerlaatste dingen die we nu optuigen zijn om echt te kunnen starten. Nou, dat zal de komende maanden zal dat gebeuren. En dan beginnen we gewoon met een wat we noemen een beta-fase. Dus we beginnen heel rustig aan, met een beperkt aantal hypotheken, wat ervaring op doen. En vervolgens, als alles heel glad verloopt, dan kunnen we dat gaan opschalen. Ja, waar lig jij 's avonds wakker van? Als je denkt, we gaan bijna live. Wat zijn, heb je zorgen? Het is uiteraard superspannend. Ja. Je bent er 3 jaar mee bezig en je hoort heel veel verhalen. Heel veel mensen die geloven erin zeggen, dit gaat vliegen. Maar
We doen eigenlijk twee dingen die niet eerder gedaan zijn. We hebben een iets andere hypotheek. We hebben dit niet heel anders gemaakt, maar het is toch een iets andere hypotheek. En we hebben een investering die er ook nog niet echt is. Dus we hebben, aan beide kanten zeg maar, gaan we iets nieuws introduceren. Wat bedoel je met we hebben een investering die er nog niet echt is? Als particulier investeren in particuliere hypotheken. Ja. Dat, op dit moment kan dat nog niet. Ik dacht dat de deal met Egon nog niet helemaal rond was. Maar die is rond. maar het gaat dus echt om, we hebben eigenlijk twee producten. Zowel die investeringskant, direct investeren in hypotheken en de hypotheek aan zich. Beide moeten gaan lopen om succes te worden. Ja. En daar hebben we natuurlijk alle vertrouwen in. We hebben alles gedaan wat we eraan konden doen om daar een succes van te maken. Maar het blijft natuurlijk ontzettend spannend. Ja, dat geeft nog niet helemaal een antwoord op mijn vraag waar de zorgen zitten. Is dat met, maak je meer zorgen over of je mensen vindt die hun spaargeld inderdaad willen investeren in hypotheken van anderen? Of denk je van, goh, hoe komen we marketingtechnisch er doorheen? We hadden toevallig voor wie live zitten kijken, hadden we net een hypotheekadviseur. Hoe zorg je nou dat mensen ook bij jullie terechtkomen? Waar zitten de zorgen, de uitdagingen? Moet je geloof ik tegenwoordig zeggen. De uitdagingen, ja. Aan de hypotheekkant werken we met hypotheekadviseurs. Nou, we hebben daar al een aantal hypotheekadviseurs geselecteerd die beginnen. En we hebben ook al een groep die we daarna aan gaan sluiten. Dus dat loopt? Dat loopt. Aan de investering. Kijk, de grap is, en daarom vind ik het een moeilijke vraag. Ik kan jullie ook vragen: van welke van beide dingen verwacht je de grootste uitdaging? Mijn ervaring is dat de helft van de mensen zegt: nou, die investering die kan wel spannend worden. En de andere helft zegt: nou, die hypotheek die kan wel spannend worden. Dus. Je moet het gaan meemaken. Ik probeer het een beetje los te laten en gewoon zeggen: we moeten gewoon beginnen. We moeten gewoon ervaring op gaan doen. En vervolgens ontdekken we al heel snel waar de pijnpunten zitten. En dan kunnen we daarop door gaan pakken. Maar anders blijft het een beetje een exercitie in het luchtledige. Want we weten het echt gewoon niet. Hey, en de rente, hè, die je als investeerder gaat krijgen op een hypotheek. Dus stel, Erwin die koopt een nieuw huis en die wil een hypotheek. Dat doet hij via jullie. Ja. Ik kan zeggen, nou weet je, daar wil ik stop daar betrouwbaar, ook betrouwbaar. Ja. Vooral zijn betalingsdiscipline is echt fantastisch. En die van hem ook. Dus ik, weet je, dat ga ik doen. Hoe komt dan het rentepercentage tot stand op die deal? Dat is op voorhand prikken bepalen we dat. Jullie dat? Dat is op voorhand bepalen we dat. Daarin kijken wij natuurlijk, je moet gewoon concurrerend in de markt zijn. Dus op basis daarvan bepalen wij gewoon de rentes. En dat betekent dat op het moment dat jij die hypotheek sluit, dan weet je wat je maximaal gaat betalen. En weet je ook wat jij als investeerder zou krijgen op deze hypotheek. En waarom is het dan niet zo dat afhankelijk van vraag en aanbod dat ook kan variëren? Want je hebt net uitgelegd, hij sluit een percentage van zijn hypotheek bij de gewoon traditionele partijen af. Ja, via ons, maar dat via jullie. Ja. En dan blijft er een stukje over. En als niemand erop inschrijft, dan moet die rente toch omhoog. Dat is toch vraag en aanbod? Waarom is dat niet zo? Nee, daar hebben we nu niet voor gekozen. Om dat als een vraag en aanbod te doen. Maar dat zou in theorie kunnen? Dat zou in theorie kunnen. Ik heb gewoon gezegd, we willen in ieder geval qua risico, qua tarief en qua risicoopslagen, daar wil je niet op speculeren. Dus ik wil niet dat jij tegen een te lage rente het aanbiedt. Want dat is gewoon niet fair, zeg maar. Dan krijg je een soort speculatieve markt. Maar dat is iets dat we nu niet hebben gedaan. Maar het is wellicht wel interessant om eens te onderzoeken wat daar mogelijk is. Ja, gaan jullie de mensen ook helpen? Want crowdfunding is nog wel een dingetje. In dit geval, jullie hebben natuurlijk wel een duidelijk voordeel. Hè? Dat is nou eenmaal het percentage. Ja. Maar ja, het is ook gênant om mensen te vragen. Weet je wel. Het is best ingewikkeld. Je moet gaan sleuren, et cetera. Wil je daar een rol in gaan spelen? Of hebben jullie zoiets van, nou weet je, ja, eigenlijk het eerste stuk wat wij gewoon doen is die hypotheek mogelijk maken. Daarna is het aan de rest. Daar hebben we zeker een rol in. Dus we hebben ook op ons platform kunnen ook gewoon andere investeerders zich inschrijven. En die krijgen ook die campagnes te zien. Het is voor je kan zelf bepalen wat je wel en niet deelt in je campagne. Dus je kan ook zeggen, nou, ik doe het liefst zo anoniem mogelijk. Ja. Ik doe er helemaal geen leuk fotootje bij en ik schrijf niet een sympathiek verhaal. Nou, is de kans dat je campagne natuurlijk succesvol wordt iets minder groot. Maar dat heb je op zich zelf in de hand. En wat wij ook belangrijk vinden is dat je zegt, je kunt familie en vrienden vragen om te investeren. Maar wij zitten er altijd tussen. Dus het is echt wel een. Je hoeft niet te vragen of jij je maandtermijn overmaakt.
Je hebt alleen, als huizenkoper heb je alleen te maken met Jungo. En wij zorgen gewoon voor alles. Wij doen je betaalt alle gewoon vast, je betaalt gewoon je bedrag per maand. En jullie, wij zorgen dat dat allemaal verdeeld wordt over de geld. Ja. Dan is natuurlijk de vraag die daar onmiddellijk uit volgt. Wat blijft er aan de strijkstok hangen? Als ik dat bij de Q&A op jullie site opzoek, dan staat er de tarieven maken we bekend zodra we van start gaan. Dat is niet heel erg transparant. Nee, nou die, er is een nieuwe site waar ze druk mee zijn. Maar ik kan daar... een van onze kernwaarden is ook, we willen heel zuiver zijn, dus heel transparant over wat we doen. Dus we gaan zeker alles publiceren. En ons verdienmodel is ook heel erg transparant. Je betaalt ons wat we doen. Dat is een bedrag van €35 per maand. Dus we werken niet met een opslag in de rente. Want traditioneel zie je dat er een opslag in de rente wordt gehanteerd. Ja. En wij hebben altijd gezegd, we willen verantwoording afleggen voor wat we doen. En we willen het zo transparant mogelijk maken. Dus wij doen iets voor je, daar betaal je ons een bedrag voor. Zijn we volkomen helder over. En het geeft ons ook nooit een incentive, nooit de reden om die marges op te trekken. Dat kan niet zomaar, want dat zie je ontzettend duidelijk als we dat gaan doen. 35 per maand, zeg je? Ja. Hoeveel huizen moet je dan wel niet hebben, man? Om een beetje business op te... Hoeveel hypotheken moet je dan wel niet... Uiteindelijk een best aardig aantal hypotheken. Dat is echt heel veel. Ja, nou is de Nederlandse hypotheekmarkt is ook echt heel erg groot. Huh? Dus in het eerste jaar, eerste twee jaar zullen we nog niet break-even draaien. Maar uiteindelijk is de hypotheekmarkt meer dan groot genoeg om dat uit te laten zijn. Ja, toch schaalt dan je wat je verdient schaalt dan niet mee met die wijzigingen in de rentestanden en dat soort dingen. Ik had eigenlijk logischer gevonden als je gewoon op een percentage was gaan zitten. Nee, nou, dat is dan wellicht weer een beetje de eigen wijsheid vanuit onze kernwaarde, wat voor soort bedrijf willen zijn. Want op het moment dat je dat gaat doen, hebben we gewoon een incentive, of we nou wel of niet gebruiken, om die marge zo groot mogelijk te maken. Om het verschil tussen inkoop en verkoop. Ja. En wat wij altijd hebben gezegd is, we zijn een hypotheekaanbieder, dat betekent mensen zitten voor 30 jaar ons vast. Je hebt ook echt een afhankelijkheidsrelatie. Daar moet je gewoon heel voorzichtig mee omgaan. Want jij kunt niet zo makkelijk meer bij ons weg. Dus op het moment dat wij besluiten die marges wat op te schroeven, dan zit je toch best wel een beetje aan ons veroordeeld. En dat willen we gewoon niet. Ja, wat ik ook wel interessant vond, want ik zat net even door de Q&A op jullie website te gaan. Gelijk een goede test of die nog up-to-date is. Als investeerder, is er een minimum of een maximum bedrag? Dan staat er, je kan wel investeren vanaf €250. Dat is wel heel weinig. Dan denk ik, wil je dat echt? Nou ja, met €250 al dat gedoe? Er is een reden. En de maximale investering is 80.000. Dan denk je, waarom 80.000? Ja. Ik kan beide niet 2 ton aan Erwin kunnen leveren. Ik kan beide voor je uitleggen. Allereerst, 80.000 is niet iets wat wij hebben bedacht, maar dat is een limitatie van de AFM. Oh ja? Ja, oh, interessant. Waarom? Dat is voor crowdfunding. Ik denk zo bedacht. Het was eerst €40.000, ze hebben het nu €80.000 gemaakt. Wordt ieder jaar opnieuw geëvalueerd. Leuk. Ja. Dus daar komt dat bedrag vandaan. Oké, helder. Die €250, kijk, natuurlijk het levert niks op het moment dat je €250 in iemands huis investeert. Maar het is ook zodat je makkelijker kan spreiden. Want uiteindelijk wil je om het risico van je investering te beschermen, wil je eigenlijk het liefst over meerdere huizen spreiden. Als een huis een probleem krijgt, dan heb je in ieder geval je risico. Ja, precies. Dus je site is nu nog niet live, maar ik kan straks, stel er staan 20 projecten, en dan doe ik overal €250 en dan denk ik, dan heb ik mijn risico ook nog gespreid. Precies. Dat is daarom maken we die bedragen wat. Nou, wat ik denk is, dat als jij, want dat is toch wat je doet, aan je vrienden, je bekenden, et cetera, dat er best mensen bij zullen zijn. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel geld, maar ik vind het toch leuk. Ik wil je wel helpen, weet je, met een klein beetje. Dan is het eigenlijk meer gewoon, ik wil jou helpen. Daar heb je toch helemaal niks aan. Nou ja, hangt er vanaf hoeveel vrienden je hebt. Je hebt er niks aan. Maar als al jouw Twitter-vrienden allemaal €250 storten. Ja, daarom, maar ik heb ze niet nodig, want jij wilde 2 ton in stoppen. Maar dat mag dan weer niet, weet je wel. Maar ik snap het eerlijk gezegd wel. Zo werkt crowdfunding namelijk altijd. Er zijn mensen die je moet altijd een kleine. Bij crowdfunding moet je altijd een kleine bijdrage mogelijk maken. Dat is gewoon zodat je de groep groter kan maken. Zodat mensen ook het gevoel kunnen hebben dat ze een bijdrage geleverd hebben. Ook al leveren ze dat natuurlijk in geld niks op. Ja, materialiteit niet, maar wel gewoon in het gebaar natuurlijk. Dat is ook al. En het is inderdaad een hoop kleine beetjes maken uiteindelijk veel mogelijk. Ik noem wel, dat is mijn neef Daan, die nu dat zelf gedaan heeft. Daar had ik gedacht, ik ga niet veel geld erin stoppen, maar een beetje helpen wil ik hem wel. Nou, ik zie hem eigenlijk wel. Okay, ja, het is niet alleen helpen, je verdient er ook nog. Dan nog even eentje die ik eigenlijk niet begreep. Hoe lang staat mijn investering vast? Als investeerder dan, hè? Ja. Probeer ik even te denken vanuit degene die de hypotheek afsluit. Dus standaard maximaal 30 jaar in Nederland. Als ik dan investeer, zeggen jullie,
Ja, dat kan per campagne verschillen. De looptijd kan variëren van enkele maanden tot meer dan 8 jaar. Ja. Maak je het dan niet heel, ook weer heel ingewikkeld? Want dat betekent dat dat dus niet gaat matchen. De looptijd van mijn investering en de looptijd van zijn hypotheek. Nee, dat matcht sowieso niet. Wat we hebben gedaan is de bovenste 20% van je hypotheek, ja? Die los je als eerste af. En dat gebeurt in een periode van zo'n 8 jaar. Precies, oké. Okay. Dus daar komt dat vandaan. Ja. Je tweede vraag. Het ging over de match. Kijk, dus per campagne kan die looptijd wat verschillen. Want je financiert een deel boven de 80% van de marktwaarde. Ja. Dus op het moment dat je 100% van de marktwaarde financiert, is het 8 jaar. Maar als jij 90% van de marktwaarde financiert, dan is de looptijd 4 jaar. Ja. Ja. En dus daar komen die looptijden vandaan. Ja, dat is voor mij duidelijk zeker. Jou ook? Ja, ik vind het ongelooflijk interessant. Ja. Nee, ik ook. Wanneer gaan jullie lanceren? De komende maanden. Je zei net mei, maar ik wil gewoon een datum horen. Wanneer kan ik... Van schade is schande wijs geworden. Zei over 3 maanden gaan we live. Ja. Het laat zich gewoon niet helemaal voorspellen, want we zijn gewoon ook afhankelijk van meerdere partijen. Ja. Wat wij gewoon hebben gezegd is, we gaan live op het moment dat gewoon alles gewoon solide staat. Ja, precies. Geen fouten maken. Dus we gaan er niet doorheen forceren als we denken, nou, het staat half. En wat is er nu nog ingewikkeld dan? Wat staat er nog niet goed? Nou ja, wat er nog niet staat is de fundinglijn, zoals dat dan heet, zeg maar. Dus de financiering op het moment dat jij een hypotheek hebt, dat het geld ook allemaal beschikbaar is op dat moment. Oh ja. En dat is, je zou denken dat is makkelijk, dat maak je over met je telebankieren. Nou, dat is voor dit soort dingen net iets complexer. Dus dat kost gewoon tijd. Het is vooral een juridisch verhaal. Hè? Je moet alle dingen, alle risico's moeten afgedekt worden. En, ja, dat hoor je natuurlijk. Wij horen dat heel veel met alle initiatieven, alle fintech-dingen. Of het nou over blockchain of cryptocurrencies. Zodra het AFM en andere toezichthoudende organen zijn, is natuurlijk allemaal ongelooflijk ingewikkeld. Ja, nou, en zelfs ook. Schouw je dat, en dat is mijn laatste vraag hoor. Vanuit jullie ervaring, hè, want je bent nu bijna 3 jaar bezig. Ja. Gaat dan hopelijk de komende paar maanden lanceren. We gaan de komende maanden lanceren, ja. Is het te ingewikkeld in Nederland? Is het allemaal te veel toezicht voor, zeg maar, fintech startups die gewoon die wereld willen vernieuwen? Ik kan daar geen makkelijk antwoord op geven. En dat zal ik ook uitleggen, want... Ik denk dat toezicht echt nodig is. Er zijn namelijk gewoon, op het moment dat je geen toezicht hebt... Nee, zelfs Facebook heeft recent gezegd... Nou, misschien dat de overheid toch meer toezicht zou moeten gaan doen. Ja. Alleen, het is altijd het spanningsveld. Want een toezichthouder controleert achteraf. Dus op het moment dat ze nu zeggen, nou, we gaan meer toestaan... dan krijgen ze achteraf op hun kop dat ze niet goed genoeg hebben opgelet. Ja. Het heeft ons veel tijd gekost. Uiteindelijk hebben we gewoon echt hele goede gesprekken... ook met de toezichthouder gehad... moment van frustratie, tuurlijk. Maar we snappen ook heel goed waar zij vandaan komen. Zij willen gewoon zeker weten dat je gewoon je zaakjes op orde hebt. Ja, en dat is eigenlijk ook wel logisch. Ja, ja. Wat ik daar wel vind is... je ziet dat de grote partijen nog wel eens een loopje nemen met de regels... en daar wel mee wegkomen, zeg maar. Ja. En dat is gewoon niet helemaal fair. Ja, de lat ligt voor elke nieuwe intreder natuurlijk Hij ligt voor ons heel erg hoog. Ook qua toetredingskosten. Terwijl bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsadvies heeft recent een rapport uitgebracht. Die heeft gezegd, ja, juist in de financiële sector zou er meer toetreders moeten komen om de stabiliteit van het systeem te kunnen waarborgen. Ja, ja, ja. En aan de andere kant worden er allemaal blokkades opgeworpen om die toetreders in het systeem te krijgen. Dus ik snap waar ze vandaan komen. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ze zouden geen regels moeten doen, want dan kunnen we veel meer doen. Dan denk ik dat je ook veel meer excessen zou gaan krijgen. Ja, er is voor mij niet zo'n makkelijk antwoord op. Nee, ja, helder. Oké, we gaan je volgen en ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Leuk, hartstikke leuk dat je hier aan mag schuiven. Ja, veel succes. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond als je live kijkt. Dus volgende week zijn we er weer. Dag.